deboodschap.today. Minister Akimboto, wij zullen Suriname wederom op de wereldkaart plaatsen. De oprichting van In Vitro Plans Grasalco was een noodzaak gezien het feit de regering Boutersen-Adien zich richt op het realiseren van steeds meer ontwikkeling voor Suriname. Vandaag is een bijzonder moment voor ons als land, voor Suriname, omdat wij als land wederom hebben getoond dat we grote dingen kunnen doen, zegt minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen. De bewindsman heeft op 25 mei 2019 bij de opening van het nieuwe agrarisch bedrijf In Vitro Plans Grasalco aanwezigen toegesproken. De NH-minister, die tot voor kort als directeur van Grasalco een hoofdrol heeft vervuld in het van de grond krijgen van dit veelbelovend bedrijf, heeft tijdens zijn toespraak de noodzaak van de oprichting van In Vitro Plans meermaals benadrukt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.